Vanity en Lieke kenden elkaar al uit hun tienerjaren uit de Nederlandse selecties. En daarom kwam het bericht dat Vanity borstkanker had zo hard aan bij Lieke Martens. Ik heb zoveel mooie dingen met Vanity meegemaakt. En iemand van zijn eigen leeftijd en eigenlijk gewoon een vriendin. Want samen voetbalden ze in 2010 bij VVV en gingen ze een jaar later ook samen naar Standard Luik. Daar wonnen ze de Benelie Cup. Lubarissa alleen op doel af. Lubarissa is niet zelfzuchtig en daar kan Martens hem zomaar binnenschuiven. En na een jaar zijn we wel vertrokken, ook samen naar Standard Luik. Dus we hebben wel heel wat samen gespeeld, ja. Op het moment dat Vanity een zware operatie onderging in Maastricht, moest Lieke de Europese titel verdedigen op het EK in Engeland. Een titel die Nederland 5 jaar eerder in eigen land had gewonnen, toen nog met Vanity Lubarissa. Dat maakt het EK van afgelopen zomer mentaal erg moeilijk. Ik voel me altijd gewoon heel erg verbonden met Vanity. En als je dan hoort dat zij door zo'n moeilijke tijd gaat en dat haar overkomt, ja, dan raakt het je heel erg en houdt het je echt bezig en denk je echt vaak aan haar. Was dat ook tijdens het EK? Ja, sowieso. Af en toe een appje eruit. En weten zij ook dat je hier ligt nu? Ja, de meeste wel. Ik heb nog contact gehad met Lieke deze week. Martens doet haar uitspraken in de documentaire Vanity, die donderdag in première gaat in Theater Lumière in Maastricht. Een portret van een jaar voor Lubarissa, waarbij niemand weet of de blessuretijd is aangebroken. Ook haar beste vriendinnen niet. En dat is zo raar eigenlijk, want dan is voetbal helemaal niks. Als je hoort dat zij aan het vechten is tegen borstkanker, dan boeit de rest eigenlijk helemaal niet voor mij. Maar ja, je staat op een eindtoernooi, je geeft alles. En eigenlijk probeer ik haar dan ook trots te maken.